Hey iedereen, het is vandaag zaterdag 27 augustus en ik heb gisteravond echt een hele nacht doorgewerkt. Of ja, niet een hele nacht, tot 2:30 ongeveer. Dus ik ben de hele tijd bezig geweest met mijn vlog van gisteren, van de fotoshoot, omdat het zoveel bestanden waren. En vandaag gaan wij ook weg, dus riskeerde ik het niet om alles vandaag te doen. Dus had ik gisteravond veel gedaan. Maar nu had ik dus die video helemaal geüpload, had ik speciaal gewacht met te gaan slapen dat die video klaar was. En nu werd ik deze morgen wakker en ik wou die video eens gaan bekijken. En nu was de hele audio van de video weg, van het begin tot het einde. En dat kwam dus blijkbaar omdat tijdens de fotoshoot had Manu een liedje opgezet. Maar soms is het echt heel raar met YouTube. Want bijvoorbeeld op vakantie, het moment dat ik in het zwembad spring, hoor je ook een liedje wat daar op vakantie wordt afgespeeld van een bekende zanger. En daar heeft YouTube dan geen rechtelijk auteursrechten voor afgenomen, zeg maar. Maar voor dat stukje wat je hoort dus wel. En nu had ik echt paniek, want ik had alle videobestanden al van mijn camera verwijderd. Maar nu heb ik geluk dat ik mijn vlog nog op mijn laptop heb staan en mijn bestanden. Dus ik heb nu eventjes die vlog terug in Sony Vegas gezet. Het stukje waar het liedje hoort eruit geknipt en er zelf een muziekje onder gezet. En nu is hij gewoon aan het renderen. En dan kan ik hem gewoon opnieuw uploaden. En dat duurt gelukkig niet zo lang als dat ik hem helemaal opnieuw moest bewerken. Want als de video niet meer op mijn laptop had gestaan, dan was het... Ja, dan was het gewoon niks geweest. Ofwel was het dan gewoon een video geweest zonder audio. Ofwel had ik hem er gewoon afgehaald en hadden jullie het niet kunnen zien. En had ik het zelf ook nooit meer kunnen terugkijken. Wat ik heel erg gevonden had. Dus ik ben echt blij dat ik niet zo dom ben geweest om die al te verwijderen van mijn laptop. In ieder geval, dat is dus wat ik bezig ben. Ik heb net ontbeten. Ik heb me ook al gedoucht. Omdat wij om 4:00 vertrekken wij naar Leuven. Voor degenen die mij langer volgen weten misschien waarom wij elk jaar naar Leuven gaan. Omdat wij heel lang geleden vrienden hebben leren kennen op vakantie. En 1 jaar. Gaan wij bij hun uitgebreid eten en dan komen zij weer naar ons en zo. En vandaag is het lekker warm, dus ik denk dat wij gaan barbecuen. Want ja, dat vind ik wel geschikt voor dit weer ook. Dit is wat ik aan heb, een jumpsuitje van... Waar komt die van? Ofwel wholesale buying, ofwel die andere site. Ik weet het eventjes niet meer. Maar in ieder geval, ik ben echt opgelucht dat mijn vlog nu gewoon bezig is en dan opnieuw kan uploaden zonder probleem. Dus ja... Mijn vlog is geüpload binnen 25 minuten en ik ben me al een beetje aan het klaarmaken. Ik heb mijn wenkbrauwen iets heftiger bijgetekend dan normaal. Ja, jullie kennen me, als ik pas mijn wenkbrauwen gedaan heb, teken ik ze altijd bij. En ik vind het best wel mooi en we gaan toch weg, dus mag het wel wat verder zijn. En ik heb mascara op en voor we gaan ga ik nog even lipstick aanbrengen. Verder niet iets, omdat het echt wel warm is. En na hele lange tijd heb ik nog eens mijn nagels gelakt in een basic witte kleur. Ik vind witte nagellak wel iets hebben. Ik vind het... Ja, heel erg mooi. En het staat gewoon op alles. En ik vind het heel erg mooi op dit zwarte jumpsuitje dat ik nu aan heb. Ik moet nu wel nog een laagje aanbrengen. Ik moet mijn andere hand ook nog doen. En voor degenen die zich afvragen welk lakje dat ik op heb, is deze witte van Ciate, als je dat zo uitspreekt. En dit is in de kleur Snow Virgin. En dat was zo een setje met caviar minibar. Daar, dat, wauw. Die... paarse doos. Daar zitten dus ook caviarballetjes in en nog andere kleuren. En ik wist niet goed welke nagellakjes ik moest opdoen. Dus ik dacht, ik ga nog eens voor wit. Want ik vind dat een hele mooie en frisse kleur voor op je nagels. Zeker voor nu in de zomer. Ook al is de zomer bijna gedaan. Ik ben heel erg blij dat mijn vlog nu bijna klaar is. Dan kan die om 3:00 online. En verder heb ik ook al gewoon mijn juwelen aan. Mijn Daniel Wellington horloge. En mijn gouden armbandje. Zo, ik ben volledig klaar met mijn nagels. Beide handen zijn nu wit gelakt. En verder heb ik dus niet echt meer iets gedaan. Mijn vlog is geüpload en het is nu allemaal goed. De muziek is nu aangepast, dus die kan gewoon om 3:00 online gaan. Ik heb het echt super warm en ik ben zo luchtig aan. Het is waarschijnlijk omdat het zwart is of het is gewoon... te warm. Ik weet niet wat het is. Ik heb het echt heel erg warm. Ja, ik weet gewoon echt niet wat ik nu nog moet doen. Ik kan gewoon niet wachten tot we naar Leuven gaan vertrekken. Want ik ben gewoon niks aan het doen. Buiten een beetje muziek aan het luisteren. Maar dat is het dan ook echt. Ik ben wat foto's aan het maken. Misschien voor Instagram of zo. Iets wil ik met mijn nagels een mooie foto maken of zo. Dus daar ben ik nog een beetje mee aan het spelen. Maar verder. Dus echt niet iets boeiends. Een nieuw album uitbrengt, dat dan ook nog eens ongelooflijk goed klinkt, dan verdien je het gewoon om hier weekendalbum te zijn. Dit uur geef ik jou Hey You. Voor die track heb je samengewerkt met de plaat van Cassius. Dit is volledig in primeur Hey You. Ja, die saus is pikant. Ja, ja. Ja,
moest vullen. Ja, maar de stok... Ik had gisteren mijn vlog niet meer afgesloten, want we waren 2:30 thuis en ik was echt heel erg moe. Dus toen was ik het helemaal vergeten om mijn vlog af te sluiten. Dus bij deze doe ik dat. Ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden. Vergeet je ook zeker niet te abonneren hier beneden als ze het niet gedaan zouden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!